Binnen het hindoeïsme begint de Navratri-periode vandaag. Navratri is een hindoeïstisch feest gewijd aan de verering van de universele moeder, Durga Mata. Navratri duurt 9 nachten en 10 dagen, waarbij er onder andere gevast wordt door onze hindoe-broeders en zusters. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de boodschap achter Navratri is dat goddelijke krachten zoals zelfdiscipline, universele liefde en onbaatzuchtig handelen leiden tot vooruitgang en naar een meer harmonieuze samenleving. De overtuiging bestaat dat met een sterk geloof en met pure overgave al het kwaad dat in een land heerst kan worden weggenomen. In een multireligieuze samenleving zijn er veel gemeenschappelijke raakvlakken. Die dienen om solidair te zijn in een gevoel van verbondenheid. Verbondenheid met elkaar. Om samen te bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. Met de waarden en normen van religie kunnen we ons bewuster worden van een sociaal rechtvaardig medeleven voor onze medemensen. Het staatshoofd geeft verder aan dat het concept van het Navratri-festival, waarbij het kwaad wordt overwonnen door de krachten van het goede, bij velen hoop doet leven. Die hoop hebben we volgens de president met z'n allen nodig, omdat de uitdagingen voor Suriname veel en enorm zijn. Mijn boodschap is daarom: laten we de ethische waarden en normen van religie een bijzondere plaats geven in ons leven. Dit dienen als leidraad en inspiratiebron, zodat we samen de juiste bouwstenen kunnen aandragen voor ons geliefd Suriname. Maar ook omdat we verantwoordelijk willen leven en handelen, omdat het lot van onze samenleving en van de wereld in onze handen ligt. Bij Navratri staat op elke avond een van de 9 vormen van Durga Mata centraal. Zij vernietigt demonen en is de beschermmoeder van ons allen. En lieve broeders en zusters, tegenwoordig zien we helaas verstoring van de harmonie. Niet alleen in de wereld, maar ook in onze samenleving. President Santokhi roept de gemeenschap op om samen de aandacht te richten op godin Durga, om haar gunstig te stemmen voor harmonie, welzijn en welvaart voor ons allen. Het staatshoofd spreekt de hoop uit dat Durga Mata ons allen geluk, vrede en voorspoed brengt en haar zegeningen onze planeet veilig, gezond en welvarend zal maken. De president wenst een ieder een Shubh Navratri.